zware pot. Ik vind het een lastige speler. Jongen speelt vrij direct. En ik had heel veel moeite om te zien waar hij de ballen sloeg. En blij dat ik het heb kunnen omdraaien uiteindelijk. Tweede set, derde set hou ik mijn service game iedere keer nog net na die break. Ja, blij dat ik de laatste game niet zo klingel als ik iets wil. Ik zag veel vuistjes bij je, heel veel emotie. Was dat ook een van de dingen die je goed deed vandaag, die beleving bij jezelf? Nou, ik merk het laatste tijd meer aan mezelf. Ik kan af en toe een beetje in paniek raken in de wedstrijd. En dat voorkom ik door positief te zijn of stil. Als ik begin te brabbelen en met mijn hoofd te schudden, dan denk ik niet dat je mij nog mijn beste tennis gaat zien spelen. Dus ik probeer toch om te draaien, wat positiever erin te staan en rustig te blijven. Ik zie je tijdens de wedstrijd, ik zat er toevallig dichtbij, heb veel contact met je coach, met Melle, veel oogcontact. Hoe belangrijk is dat voor jou? Jij zegt het. Hoe belangrijk is het voor je? Mag niet, hè, coach? Nee, discussie. Oogcontact mag wel, volgens mij. Hij kan je toch een soort rust geven en dat vind ik gewoon heel belangrijk. We zijn al een tijd bij elkaar en hij helpt me zeker op dat soort momenten. Vier spelers over, twee Nederlanders, mogelijk een Nederlandse finale. Zit het al een klein beetje in je achterhoofd? Nee, ik ben nu voorlopig gewoon blij met deze overwinning en morgen zijn er twee zware potten voor ons. Ja, het zou top zijn als we allebei winnen. Twee zware potten, maar ook zwaar weer. Komt onweer aan. Ben je een goede windspeler? Ik heb mijn tegenstander gezien. Ik denk dat hij of alles eruit slaat dan of hij slaat er doorheen. Het is een jongen die heel direct speelt en gaat voor slagen. Dus we zullen het zien. Ik vind het normaal gesproken niet heel erg. Leuk is wat anders, maar ik kan er wel mee omgaan.